Nou, ik schrok hier gewoon heel erg van. De 35-jarige man overlijdt deze week in de gevangenis van Nieuwegein. Via onze tiplijn vertelt een medewerker zijn verhaal. Deze persoon zegt dat het zou gaan om nalatigheid van het personeel. Toen de man midden in de nacht onwel werd, hebben ze hem een kalmeringstabletje gegeven. Omdat ze dachten dat hij hyperventileerde. 'S Ochtends om 7 uur heeft hij weer gebeld en tegen de deur aangetrapt om aandacht te vragen van het personeel. Om 8 uur wordt de man dood in zijn cel gevonden. Ook Tweede Kamerlid Linda Voortman keek gisteren naar de uitzending. Iemand van wie bekend is dat hij hartproblemen heeft, dat hij niet goed is geworden en dan met een kalmeerpilletje weer weggestuurd wordt. Dat kan natuurlijk niet. Die laatste uren van die man die moet echt vreselijk geweest zijn. Reden voor het Tweede Kamerlid om dinsdag Kamervragen te stellen. Ik heb hierover mondelinge vragen aangemeld. Ik wil in het vragenuur aan staatssecretaris Stefanie opheldering over vragen. Al eerder werd er alarm geslagen. De voormalige directeur zei dat de nonchalante werkhouding van het personeel kon leiden tot onaanvaardbare risico's. Ook Voortman herkent deze signalen. Het gaat om beveiligingspersoneel dat natuurlijk niet in de eerste plaats is opgeleid om medische zorg te verlenen. Ook personeel dat misschien vaak onder grote druk werkt. Dus ik kan me voorstellen dat dat allemaal dingen zijn die meetellen. De advocaat van de overleden gevangene heeft gisteren al aangegeven aangifte te doen wegens dood door schuld.